Goeiedag, ik sta hier in het Agnietencollege en de kinderen laten hier zien wat ze afgelopen week tijdens hun stage allemaal hebben geleerd en ontdekt. Dus laten we daar gaan kijken. We hebben ook vier mensen die gaan even vertellen wat ze nou precies. Ik sta hier bij Ilja en die is samen met haar vriendin de hele week bij een basisschool geweest. Klopt dat? Ja, ik ben bij de Bron geweest. En wat heb je daar dan de hele week gedaan? Ik heb de hele week bij de kleuters meegelopen en heb daar dus ja, meer de begeleiding over de kinderen gegeven. Leuk. En wat is nou het leukste wat je deze week gedaan hebt? Ik denk het leren dat de kinderen toch op hun eigen niveau heel verschillend zijn. En toch dat je ze heel veel van zichzelf kan leren. Tof. En denk je nou dat je later hier ook in verder wil gaan? Ja, ik wil er wel in verder, maar ik wil dan zelf kijken of ik bij de middenbouw of de bovenbouw nog mee kan kijken. Want de kleuters was wel wat te druk, vond ik. Ja, ietsje te druk. Ja. In hogere klassen wordt het niet minder druk hoor, dan worden ze alleen wat opstandiger. Ja, dat had ik ook al te horen gekregen, maar het lijkt me leuker om er nog andere dingen te kunnen leren. Ja, en je hebt wat meer terugspraak natuurlijk. Ja, dat ook. Hey, heel erg bedankt en succes nog met presenteren vanavond van wat je geleerd hebt. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik sta hier bij Daniel en Daniel is bij ons op stage geweest. En ja, omdat wij genodigd het leukste bedrijf zijn om stage te lopen natuurlijk. Vind je ook niet? Prima, ik zou het iedereen aanraden om bij jullie stage te gaan lopen. Hey, op welke dagen heb je bij ons stage gelopen? Welke programma's? Van 24 maart tot 28 maart. En dan alle programma's die er de hele dag waren of gewoon aparte programma's? Of? Van 9 tot 4, onder andere bij Willem in de ochtend. Ik heb ook bij de Nedertaler gezeten. En ik heb artikelen geschreven voor de site, alleen die zijn ongepubliceerd. En ik heb ook voor de tv dia's gemaakt. Tof. En wat moest je dan tijdens die programma's doen dat je daarbij zat? Bij de programma's van de radio. Mocht ik liedjes verwisselen en jingles, bepaalde tunes, mocht ik er doorheen spelen. Ik mocht ook de telefoon opnemen van Raad het Geluid in de ochtend. Ik heb ook artikelen heb ik zelfstandig gemaakt. En met de dia's heb ik ook zelfstandig gekopieerd en geplakt van de site naar de dia's voor de tv. Heel goed. Denk je dat je nou ook nog verder wil in de radio of in de media-industrie? Ik zou het niet als mijn werk gaan doen, maar ik zou het heel graag als vrijwilligerswerk gaan doen. Nou, als vrijwilliger ben je altijd bij ons welkom. Trouwens, als je nu thuis zit te kijken en je denkt van ik wil ook een keertje wat doen bij de lokale omroep, kom gewoon een keertje langs. Altijd plek, altijd ruimte voor iedereen. Ik sta bij Naomi. Naomi die heeft vorige week bij een kapsalon stage gelopen. Hoe vond je dat? Ik vond het heel erg leuk. Ja, ik heb veel geleerd en ik wil er ook echt verder mee. Dus... ja, ik heb er wel veel aan gehad. En waarom kapsalon? Ik kan niet stilzitten en ik moet echt wat met mijn handen doen. En ik vind het gewoon heel leuk om mensen mooier te maken. Dus... wat zegt u? Ik zei nog niks. Ik dacht, je was nog... Wat is nou het leukste wat je deze week bijgeleerd hebt? Ja, wat was het leukste? Het is eigenlijk allemaal wel leuk, ja. Ja. Allemaal, ja... Nee, wat is het leukste, het allerleukste? Het zal toch wel iets zijn wat het allerleukste is? Nou, ik heb mijn moeder helemaal gefeund en gewassen. En ja, dat was echt heel mooi geworden, ja. Ah, tof. Nou, je had al gezegd, je wilde wel in verder. Heb je daar nog speciale opleidingen voor nodig? Nou, ik ga naar de TL, ga ik gewoon naar de campus. Nee, niet naar de campusacademie. Daar ben ik pas geweest, maar dat was niks voor mij. Ik ga waarschijnlijk gewoon naar Landsteden. Oké, tof. Nou, dankjewel. Ik sta hier bij Justin. Die heeft vorige week stage gelopen bij de kwekerij Salman. Hoe vond je dat? Ik vond het een hele leuke ervaring om te doen. En je leert ook gelijk hoe het op de bedrijfsvloer is, hoe het allemaal te werk gaat. Het is geen werk wat ik mijn hele leven zou willen doen. Maar voor vakantiewerk vind ik het wel een hele leuke locatie om te werken met vriendelijke mensen. En je leert ook veel over de planten en hoe je ze moet verzorgen. Wat is het leukste wat je deze week hebt bijgeleerd? De soorten van de planten, hoe je ze moet verzorgen op een bepaalde manier en hoe dat allemaal te werk gaat. Dat heb ik geleerd en dat vond ik het leukste om te leren, omdat je daar wel weer wat aan hebt. En
als vakantiebaantje alleen. Maar waarom niet dan als gewoon fulltime baan? Het lijkt het je niet zo interessant? Nee, ik denk misschien is het wel voor andere mensen weggelegd als fulltime baan. Maar ik heb liever werk waar je meer variatie hebt en veel met mensen in contact komt. Bijvoorbeeld om producten te verkopen of ja, als vertegenwoordiger. Ja, dat is toch even wat anders dan de plantjes zo. Ja, het ligt eraan in welke sector je als vertegenwoordiger gaat werken. Want het is natuurlijk aardig breed. Dus je kan de plantenkant op, maar je kan ook een hele andere kant op van sportproducten of andere producten die er op de markt te koop zijn. Ah, je hebt er goed over nagedacht. Dat wordt een goede verkoper. Hey, heel erg bedankt. En succes nog even vanavond. Okay.